Als ik om me heen kijk, wanneer ik met een trofee reis, zie ik een massa die meedrijft en niks meekrijgt. Iedereen zwijgt, ze staren naar sociale media, dus hechte waarde aan status. Onderweg naar studies, dus toekomstige baantjes. Zonder studie, dus toekomstige slaafjes. Van een systeem dat ervoor gemaakt is de samenleving te verdelen in verschillende lagen. Wat wordt je later, vroeger ze vroeger aan je. Nu zoek je baantjes die goed op genoeg betalen. Dus vroeger maar ploegen en boeteren. We zwijken onder die druk, niets falen, we moeten slagen. Toch wilt u eigenlijk de studiefinanciering afschaffen en vervangen door een leenstelsel. Want dan verzamelt u toch 10.000 euro met een schuld. We willen hem dus nu afschaffen, maar we willen hem veranderen. Vervangen door een leenstelsel. Het onderdeel daarvan is inderdaad een leenstelsel. U laat je studie op af in een goede baan. En als je een goede baan hebt, dan mag je daar ook best wat van terugbetalen. Als ik naar het systeem kijk, denk ik dit is niet van deze tijd. Feodaal stelsel 2.0, hypotheken bij leasebak, tankpas van de zaak. Gooi hem vol, kop koffie, gas geven, snel wezen, moet weer door naar de zaak. Want je baas die is kwaad, dat het vorige kwartaal te weinig cijfertjes gemaakt. Nu zit hij je te drijven als een slaaf, waardoor je overuren maakt en je had al weinig slaap. Werk je voor iets of niets, je bent maandag gesloten en vrijdag van de kaart. Het is maar wat je kiest, of wordt er voor je gekozen. Hey, ik heb geen antwoord op die vraag. Waarom zijn passages zwaar gelast? Waarom zijn verslagen interviews? Waarom zijn die allemaal niet vrijgegeven? Ik had dolgraag op al deze onzin in zijn basis gereageerd. Maar de gedachte dat dit kabinet, dat we dingen geheim willen houden, dat we dingen zitten toe te dekken, dat we dingen in doofpotten zitten te doen, is totale nonsens. Als ik naar de tv kijk, snap ik waarom de massa meedrijft. Na je 9 tot 5 op de bank, verdenk je geen tijd. Neem maar alles aan voor waar. Check je geen één feit, politici zijn uit op divisie in plaats van eenheid. Verdelen en heersen, wit, zwart, arm, rijk, Klaver, Mark of Geertje. En wat kunnen we doen? Met een spandoek protesteren. De popo heeft stokken, pistolen en geweren. En geloof me, ze klappen voor een loonstrook. Maar als hun pensioen verdampt, worden ze ook boos. Je bent niet de enige, de menigte is tegen ze. Maar we kunnen pas iets bereiken als we verenigen. De mobiele eenheid versperde zo'n 3000 mensen de doorgang. Ze wilden betogen tegen de monarchie. De politie gebruikte traangas om de demonstranten te verspreiden, maar zonder succes. Nog de hele avond leverden de actievoerders massaal strijd met de politie. Tot vanavond 11 uur zijn 92 politieagenten gewond geraakt. Als ik om me heen kijk, lijkt het wel één meisje. Zie je stenen regen en een tank die langs me heen rijdt. Helikopters circuleren en banken branden. ME'ers blokkeren panden die nog niet in handen zijn van onze mannen. Zie banden branden, ruikt de geur voor revolutie. Hoge ambtenaren worden het huis gesleurd voor executie. Is dit de distributie van macht die ik in gedachten had? Zo van wat had je dan, pakken wat je pakken kan. Misschien zit het in de menselijke aard. En is hebzucht en haat helaas de kern van het bestaan. We kunnen achteroverleunen en het laten gaan. Maar je hebt geen ruggengraat als je nergens verstaat.